Er werden een paar cliënten ziek. Dat ging eigenlijk heel snel. En meteen daarna ook een aantal collega's op de woning waar die cliënten woonden. En toen hadden ze iets van, ja, hier klopt echt iets niet. Het is wel een heel agressief griepvirus. En toen zijn we eens gaan googlen en gaan kijken. En toen bleek dat het het norovirus was. Nou, het norovirus is een virus wat buikgriep veroorzaakt. Met name in de wintermaanden. De verschijnselen zijn misselijkheid, braken en diarree. Dat nogal heftig kan zijn. En de periode van de eerste besmetting tot de eerste ziekteverschijnselen is tussen de 12 uur tot 48 uur ongeveer. We waren niet op de noro-uitbraak voorbereid. Het overkwam ons ook, hè. Voordat we het in de gaten hadden, waren er al heel veel mensen ziek. En we wisten wel van, we moeten iets met hygiëne doen, maar met onze doelgroep is dat al heel erg lastig. En eigenlijk wel direct met elkaar afgesproken van, ja, we moeten in ieder geval zorgen dat we de boel schoon hebben, vooral de toiletten en alles wat we zeg maar zelf met onze handen aanraken. Veel met handschoenen werken en zo, maar echt helemaal van de ins en outs, dat wisten we niet. Van deze uitbraak hebben wij in ieder geval geleerd dat de middeltjes die wij in huis hadden, die waren niet afdoende. Want we probeerden wel alles schoon te houden, maar na overleg met de infectiepreventiemedewerker bleek dat het eigenlijk allemaal niet afdoende was. Dat we echt wel betere middelen moesten gaan bestellen. Wat eigenlijk ook een hele belangrijke maatregel is bij noro om verder verspreiding te voorkomen, is goede schoonmaak. En dan heb ik het echt met name over de contactoppervlakken, zoals deurklinken, sanitair, de toiletbril. En vandaar dat we nu weer dichterbij een calamiteitenbox hebben ontwikkeld, waar eigenlijk alle middelen al in zitten die we kunnen gebruiken om het norovirus te bestrijden. Dus door nu snel en accuraat te reageren, kunnen we hopelijk ook echte verspreiding en dus uitbraken voorkomen. Nou, in de calamiteitenbox hebben we dus onder andere de handalcohol zitten die dus heel effectief is. Dus Trillium Med is dat middel. Dat werkt uitermate goed tegen noro binnen 30 seconden. Dat moet je op droge handen aanbrengen en vervolgens goed invrijven. Daarnaast moet je ook je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals een plastic schort, handschoenen en bij braken. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk dat je bij braken een beschermingsmasker draagt, namelijk een FFP1-masker. Dus het is ook belangrijk dat je die dus ook in je woning hebt, zodat je die ook snel kunt inzetten. Want vooral braken zorgt ervoor dat die druppeltjes vrijkomen en die druppeltjes zijn erg besmettelijk. Die adem je in en daardoor kun je ook heel snel daar ziek van worden. Dus dat is belangrijk. Daarnaast zit er nog een desinfectiemiddel bij. En een isolatiejas voor echt wanneer een cliënt zoveel diarree heeft geproduceerd dat de kans op besmetting en de kans dat je je kleding besmet heel groot is. Wij hebben ook wel daarvan geleerd dat cliënten moeten gewoon thuis blijven, kunnen niet naar de dagbesteding. Op het moment dat je echt de cliënt verdenkt van dat hij het virus in zich heeft, moet hij gewoon thuis blijven. Binnen dichterbij is nu een calamiteitenbox die je op kunt halen op het moment als er zo'n virus uitbreekt. En omdat het nu ook klaar staat, maakt het ons ook alerter dat op het moment als zo'n virus uitbreekt, ook weten van, oh ja, er staat dat kistje. Het zou wel eens zo'n virus kunnen zijn, dus we gaan dat meteen hanteren.